Durazo Moreo Klas, je derde wedstrijd in het betaald voetbal. Je eerste basisplaats. Iets met een jongensboek vanavond en een jongensdroom? Ja, zeker wel. Doelpuntje mogen maken, 3 punten gepakt. Dus een mooie avond vandaag. Doelpuntje mogen maken, de belangrijke 1-0. Ja, belangrijke 1-0. Rijn scoort daarna de 2-0 en dan zit je toch wel wat rustiger naar achteren. Hoe kijk je terug op je basisdebuut, los van die goal? In het begin een beetje op gang komen. En daarna ging het wel gewoon lekker. Dus ik ben tevreden. Maar uiteindelijk die droom, die goal, die heb je gemaakt. Ja, ik zat er al een tijdje op te loeren. Ook bij de invalbeurten die ik kreeg tegen SC Dordrecht en NAC. Is niet gebeurd. Dat deed vandaag wel, dus ben ik super blij mee. Beschrijf hem eens, die goal. Een bal kwam van Dwayne naar Ringo, naar de as. Ik kwam onder Ringo, kon hem aannemen en ik kon schieten en ging erin. Het is niet je eerste goal dit seizoen, want in de voorbereiding was je ook aardig op dreef. Ja, tegen Nieuwe Sparta, 2 doelpunten gemaakt. Ook lekker voor mijn gevoel. En vandaag weer. Dus, en nu in het betaald voetbal, dus ben ik ook super blij mee. Beschrijf eens, wat voor voetballer is Durazo Moreo Klas? Een aanvallende speler. Vandaag wel op het middenveld naast Kevin gespeeld. Een beetje de verdedigende rol als paser. Maar ik denk wel dat ik het goed heb ingevuld. Ik kon tot de 60ste minuut spelen. Ik heb nog niet voluit 90 minuten gespeeld, dus dat komt wel vanzelf. Dat was dan vooraf ook ingecalculeerd? Je speelt een uur? Nee, dat was niet vooraf ingecalculeerd. Maar ik kreeg een beetje kramp in mijn kuiten en heb ik aangegeven dat het niet verder kon. Het is een belangrijke wedstrijd, dus ik wil wel mezelf opofferen voor het team. Om dan toch 3 punten binnen te halen. Maar dit smaakt wel naar meer? Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog meer minuten kan maken dit seizoen. En dan zien we net wel wat er gaat gebeuren. Gefeliciteerd met deze overwinning en mooi dromen vannacht. Yes, dank u wel, zeker.